Ja, dat was een stormelijke naam, dat is ook wel zo. Maar ja, dat waren verschillende factoren die aan samenwerken. Het was om te beginnen ongeveer al een week lang aan het waaien. En allemaal van het noordwesten. En als het nog van het noordwesten waait, dan wordt al dat water van die noordelijke Noordzee in die nauwe trechter hier tegen de Belgische en de Zeeuwse kust opgedreven. Ook in Engeland, want ook in Engeland is er veel overstroming gehad. Precies diezelfde dag. En toen dan ook op die zaterdagavond. Op de zondag. Het was van de zaterdag op de zondag, he, die storm nog toenam. Toen kon dat water niet weg. Want ik herinner me nog goed, ik was die zaterdagavond was ik hier op Bresjes. En ik stond aan de visminnen. En nu liggen er hier in de kaai in Bresjes, liggen er van die zaten, waar de schepen op droog vallen, dan kunnen ze makkelijk gelost worden. Dat zijn van die banken waar rissout op ligt. En als nou het water afgaat, dan blijven die schepen daarop liggen. Maar die zaten die komt bloot, want het water zakt nog veel verder. Ja. In sommige delen van de oude kaaien kan je dat hier nog zien. Ja. En dat was toen ook zo. Dus ik stond daar te kijken. En ik wist dat laag water mocht zien. En ik zeg nog tegen zo'n man die had al langs kwam. Ik zeg maar, hoe zit dat nou eigenlijk? Nu moet het eigenlijk toch laag water zien. En dan moet je naar die boodschipper daar kijken. Die ligt nog heel hard boven de kant. Ja, die zegt dat water loopt niet weg. He. Als het water afgaat, en we app, dan gaat het water af. Dan komt die zaten die komt bloot en nog een heel en onder die zaten blijft dat water staan. Dus dat was zeker misschien wel 2 meter water blijven staan, dat normaal wegloopt. Ja. En als dan de vloed opkomt en dat water komt 6 uur achter elkaar op en het staat dan als zo, ja, dan kan je toch wel begrijpen, maar we zijn nog tegen elkaar, dat zou een mooi tijdje worden vannacht. Want dat hebben we meer meegemaakt. Nee. Want ik woonde vlak bij de Dun. En vroeger hebben we dat ook wel meegemaakt. Als dan een noordwestenwind was en met een achterdeur open, dan proef je het schum van het zoute water van de holzen op je gezicht, op je lippen. Oh. En als je dan de andere dag, de andere morgen op Strangen kwam, dan mocht je oppassen. Want dan was de Dunne steil naar beneden. En dat was zeker een meter of 3 of 4 die naar beneden en niet oppast. Ja. Dat was er gewoon afgespoeld. Dus zoiets zou twee weg kunnen zien, dacht me niet. Maar het is veel erger geworden. Het is veel erger geworden. Ja. En de daaropvolgende zondag is het nog een keer zo geweest. Want dat water dat kon nog niet ver genoeg weglopen. Trouwens, die zondag waaide het ook nog flink. Ja, het was goed, een ogenblik, was het natuurlijk een hele erge storm. Maar voornamelijk is dat te weten geweest aan het feit dat het al zo lang achter elkaar uit het noordwesten waait. Waardoor dat water in de zuidelijke Noordzee opgestuurd wordt, zodat het niet weg kan. Ja, ja. En de vloedstroom, die brengt allemaal meer water. Dus ja, dan kan het niet anders. Dan moet het op een duur ergens buigen nog barsten. Ja, dat is wel. En zo is dat hier ook geweest. En als je nu verder, dus hier waren de zeewering tamelijk hoog en tamelijk goed. Ja. Maar als je verder de schuilt op gaat, dan die dikjes, die zien zo lachen, dat staan we er altijd van te kicken. Ik heb het wel een keer gevraagd aan die mensen, dat hoe hoog is dat nou? En dan praten ze van een hoogte van 5,5 meter plus AP. Ja, dat is natuurlijk hier belachelijk. Want er loopt hier een pad aan het strand, ging er verder. Van een stenen glooiing die zo naar het strand loopt. En dan krijg je het pad en dan pas de Dun. Ja. En dat pad dat ligt al op 5,5 meter. Ja. Dus dan kan je wel begrijpen, dan weten dat belachelijk kleine dutjes van. En we waren dan bezig over die ramp van 53. Ja, dus dat is hier dan natuurlijk nog tamelijk goed afgelopen. Ja. Alleen dat er veel schaal op de kooi was. Mm-hmm. En natuurlijk aan de jussen, waar had er water in gestaan had. Ja, ja. Zo'n prijsje is dan natuurlijk niet voor de mensen die daarin wonen. Dat kan je wel begrijpen. Maar het was dan toch zo dat voor het grootste deel van het dorp was toch droog gebleven. Ja? Alles, dan op nippertje. En ik geloof dat de mensen opgeroepen zijn hier verder in Zuid-Vlaanderen hier te... Ja, toen had dat zijn eigen natuurlijk liet aanzien, vooral voor die zondagmiddag, dat er weer zo nog tij zou komen. Dan, en ze zagen dan wat of er al een ravage aan die zeewering teweeg gebracht was, s'nachts. Toen mocht er natuurlijk versterking halen en dan konden de mensen alleen met, van de Rijkswaterstaat natuurlijk niet voor elkaar boksen en dan is overal met radiowagens en rondgereden om vrijwilligers te vragen om zandzakken te vullen. En dan ben ze uit heel het land ben ze hier naartoe gekomen om die zandzakken te vullen en op de bedreigde plaatsen een dam op te werpen van zandzakken. Dat is nogal erg geweest. Ja, die veerboot, dat kon niet varen? Die veerboot, die heeft niet gevaren, nee. De zondag niet, zaterdag s'avonds is die gestopt en dan heeft heel de zondag niet gevaren. Want toen was het toch werkelijk
te erg. En bovendien was er ook schaal in die brug. Oh, ja. Dat is ook zo. Nu blijft die boot niet gauw voor storm liggen. Nee? Nee. Hou er voor mist. Ja.